Goed, Ketel Borich, 2-0 winst tegen Adelbeke. Wedstrijd waarin de score eigenlijk een stuk hoger had kunnen oplopen. Ja, inderdaad. We hebben denk ik heel wat kansen gemist vandaag. Dat is misschien een werkpunt dat we nog misschien iets efficiënter moeten zijn. Maar ik denk voor de tweede oefenmatch dat het niet slecht was vandaag. En we moeten nu verder werken. We hebben nog genoeg oefenwedstrijden om te bewijzen wat we waard zijn. En voordat we klaar zijn voor 5 augustus. Hoog tempo vandaag. Ja, inderdaad. Maar het was leuk voetballen. Leuk weertje, leuke mat. Misschien dat het wel iets natter mocht liggen, maar leuk. Leuke partij. Half centraal, nog een kwartiertje op de linksachter. Ja, inderdaad. Ik kan daar ook spelen. Ik ben blij dat ze mij daar ook zetten. Het is goed dat je polyvalent bent en dat je op meerdere posities uit de voeten kan. Dus ik denk dat ik ook linksachter kan mee streng staan. Maar mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar centrale verdediger. Hoe voelt het om terug te zijn? Ja, leuk. Ik hoor de supporters mijn naam scanderen. Dat is altijd leuk. En ik ben blij dat ik terug ben. En ik wil mij 300% inzetten hier voor Roeselaar. Meteen een doelpuntje. Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk meegenomen. Daarvoor staan we er ook. En ga ik ook mee op stilstaande fases. En dat moet mijn sterk punt worden dit seizoen eigenlijk. Goed, Waregem nu dit weekend? Ja, inderdaad. Dat zal wel een tegenstander zijn van een ander kaliber. Opnieuw een kans om te bewijzen wat we waard zijn. Dankjewel. Alsjeblieft.